Op 15 mei 1940 staakt het Nederlandse leger het verzet tegen de Duitse overmacht. Maar niet heel Nederland capituleert. Zeeland vecht door. Door de aanwezigheid van de vele peelsoldaten en de Franse troepen denken ze de Duitsers te kunnen dwarsbomen. Maar twee dagen later is de strijd ook in Zeeland voorbij. De Zeeuwse bevolking maakt hardhandig kennis met het fenomeen oorlog. Zeker de eerste weken in mei zullen ze hun ogen uitkijken naar al die zaken die de oorlog teweeg brengt. Wat te denken van dit transport? Het zijn Belgische krijgsgevangenen op weg naar Duitse interneringskampen. Nadat België op 28 mei heeft gecapituleerd, zijn de soldaten ontwapend en gevangen genomen. Door Zeeuws-Vlaanderen gaan ze met de tram richting Walsoorde. Daar worden ze ingescheept en naar Duitse kampen gebracht. Daar zullen ze niet lang verblijven. De meesten worden na enkele weken weer naar huis gestuurd. Hier worden ze door Axel gevoerd. Het is geen luxe reis. De plaatselijke bevolking deelt eten uit aan de hongerende krijgsgevangenen. Er speelt zich meer af in dat straatbeeld. Duitse uniformen. Schildwachten voor gebouwen die door Duitsers zijn gevorderd. De Zeeuwen zien niet alleen de oorlog. Velen ervaren ook het leed en ongemak. Een voorbeeld zijn de Tolenaren. Hun brug is op 13 mei opgeblazen door Nederlandse soldaten. Door deze maatregel dachten ze te voorkomen dat de Duitsers ook het eiland Tholen zouden bezetten. Maaike de Wolf uit Biggekerke, puber in oorlogstijd. Op 13 mei wordt zij 14 jaar. Er werd geschoten in de lucht. En toen zei ik tegen mijn moeder, dat is oorlog. Gelukkig dat je dan niet weet wat dat eigenlijk kan gaan betekenen. To van Driel uit Vlissingen. Een goed gemutste jonge meid, vol levenslust. Ook zij herinnert zich die meidagen als de dag van gisteren. Ze hoorde een hoop kabaal, stak haar hoofd door het raam en wist niet wat haar overkwam. Ik gilde, er is oorlog. Ik weet niet waarom of ik het gilde, maar ik riep het. En toen zette ik gelijk de radio aan. En ja, toen werd dat al omgeroepen. Franse troepen had ik al van tevoren door die archidecastratie gehad. En dan stond ik, echt hoor, dan zag ik dat en dan stond ik te huilen. Vond ik zo zielig, die jongens allemaal van huis af. Maar wist ik veel, ja, dat daar een oorlog op zou volgen en wat een oorlog was. Nee, dat wist je niet. In bijna heel Zeeland is het gedaan met de oorlogshandelingen als op 17 mei de capitulatie een feit is. Behalve in Vlissingen, een zeer strategisch gelegen plek aan de monding van de Schelde, marinestad en belangrijk centrum voor de scheepsbouw. Gedurende de hele oorlog is Vlissingen doelwit van steeds nieuwe gevechten, aanvallen en bombardementen. Geen wonder dat vele Vlissingers een veilig heenkomen zoeken, elders op Walcheren. Neem de families Hakau. De broers Dick en Piet hebben een winkel in de Sint-Jacobstraat. Met hun gezinnen wonen ze boven de winkel. Ze evacueren met vrouwen en kinderen naar een zomerhuis in Kaapduin. Daar bivakeren ze de eerste oorlogsweken. Zoals vele burgers hebben ze gehamsterd. In de schuur leggen ze een voorraad aan. 16 mensen bij elkaar, dat wordt de Hakkous al snel te gortig. In Zoutelanden vinden ze een rustiger onderkomen. Hier moeten de kinderen leren fietsen. De busdiensten zijn buiten werking geraakt en op deze manier zijn ze toch mobiel. Talrijk is het aantal Vlissingers dat voor dat voortdurende oorlogsgeweld de stad verlaat. To van Driel ontvlucht ook haar stad. Zij belandt met haar hele familie in de kerk van Koudekerke. Daar zat het hartstikke vol met mensen. En wij keken rond ons en dachten, oh god, nee, hier hoeven we toch niet te blijven. En toen zei mijn oom, hij zei, ik ga eens verder kijken. Of er hier ergens iets is waar we kunnen blijven. We durfden niet meer terug naar Vlissingen, laat ik het zo zeggen. En daar waren wij niet alleen, daar waren er een heleboel.
En nou, die komt terug en zei, gaan jullie maar mee. En op het hoekje van dat kerkplein, want daar woonden mensen en die, daar mochten we naar binnen. Nou, dat waren zulke lieve, goede mensen. Dat was geweldig. Het was een boerenvrouw, in klederdracht en zo. En er waren al mensen, familie van hun. Dus dat huisje dat zat stampvol. En we mochten blijven. Het was wel even wennen, al die stadse mensen daar op het platteland. Letterlijk een cultuurverschil. Maaike de Wolf herinnert zich hoe de sfeer in haar dorp Biggekerke totaal veranderde. Het dorpsleven was tot dan toe eigenlijk heel besloten. En dan komen daar ineens een heleboel stadsmensen die toch wat andere gewoontes hebben, anders eten. Ja, er kwam een andere wereld binnen. Ja. Maar veilig was het wel. Dat wil zeggen, beter dan thuis. Vlissingers, die om wat voor reden dan ook hun stad niet ontvluchten, beleven er hachelijke jaren. Het gebeurde toch wel, wekelijks dat er hier of daar bommen vielen. Zonder al te veel precisie, waarbij dus natuurlijk burgers de dood vonden. Waar dan ook, door de hele stad vielen ze. Dinsdag 17 augustus 1943. De provinciale Zeeuwse bericht uitvoerig over Duitse triomfen. Milaan opnieuw gebombardeerd. De Sovjets leiden zeer zware verliezen. Tussen al dat wereldnieuws een piepklein bericht. Engels-Amerikaanse bomaanval op Vlissingen. Eén van de vele. De krant meldt 33 burgerslachtoffers en heeft er maar 11 regels voor nodig. In werkelijkheid vinden 41 Vlissingers de dood. Zomaar een bombardement, op zomaar een dag. Vaders, moeders, opa's en oma's, kinderen. Een pagina vol overlijdensberichten. Terwijl To van Driel in Koudekerke zit, wil ze toch terug naar Vlissingen. Even wat spullen halen, haar kleren, wat ondergoed en haar fiets wil ze ook wel hebben. Onderweg komen ze haar broer tegen, Adrie, 18 jaar, trouwe padvinder. Hij zei, waar gaan jullie naartoe? Toen zeiden wij, naar huis, naar Vlissingen, we gaan het een en ander halen. Toen zei hij, nou dat zou ik liever niet doen, ga maar terug, want het is er niet safe. En het is er niet veilig, zei hij, ga terug. Nou, en jij bent er ook, zeiden wij. Ja, hij zat ergens, geloof ik, in een oude bierbrouwerij. In de Hendrikstraat in Vlissingen. Daar waren die jongens ondergebracht. Die jongens waren toch helemaal niet opgeleid voor het een of ander. Ze hadden geen helm op hun hoofd, ze hadden niks. 'S Avonds, om een uur of 9, komt dominee Hietkamp aan. En de Hopman Luidwieler uit Vlissingen, van de padvinders. En ja, die kwamen vertellen dat mijn broer getroffen was. En later hoorden we dat verhaal natuurlijk beter. Maar op dat moment, hij was zwaar gewond. En of mijn vader naar Vlissingen wilde. Nou, en je mocht helemaal niet meer naar buiten. En mijn vader is toch gegaan, de zonde, helemaal alleen. En hij kwam hele troepen Duitsers tegen. Die kwamen al, die gingen richting Koudekerke. En die man die was ook op zijn dood natuurlijk. Maar ze hebben niks tegen hem gezegd. En hij kwam in Bethesda, heette dat toen nog, het ziekenhuis. Maar hij mocht niet meer bij mijn broer. Want achteraf hoorden we dat er een deel van zijn schedel weggeslagen was. En dat lag allemaal open. En dus wat ze met hem gedaan hebben, weet ik niet. Maar hij is die nacht toch gestorven. En die is in de kist gelegd en is op een handwagen gezet. En alleen de Hopman is ermee naar het graf gegaan. Toen hebben ze een graf gegraven en daar is die ingelegd. En er was in die tijd op diezelfde dagen ook nog een bruggenwachter in Vlissingen getroffen. Ja, die is er ook bij gezet. Adrie. Hij was maar anderhalf jaar jonger dan To. Kloos waren ze. Als ze met hem door Vlissingen liep en de meiden keken naar hem, dan dacht ze, dat is lekker mijn broer.
Maar je kreeg geen tijd om te rouwen. Dat huis zat vol met mensen. Je kreeg geen tijd om te rouwen. Dat is pas veel later gekomen toen we terugkwamen in ons huis in Vlissingen. Ja, dan kom je alles tegen. Die kleren van hem en al. En toen werd het eigenlijk pas menens, hè. We hadden een schoorsteen in die kamer. Een mooie marmeren schoorsteen. Daar heeft hij 50 jaar op gestaan. En we zijn hier gekomen. En hij hangt nog boven mijn bed. Ik kan die jongen niet vergeten. Daar kwam hij was maar anderhalf jaar jonger dan ik. Ik ging altijd met hem mee. Ik was er hartstikke trots op. Hij had zo'n grote padvindershoed. Elke vrijdagavond moest hij naar de padvinderij. Daar stond ik. Die rand van die hoed had hij maar mooi recht was. Te strijken. Met de natte lap. En het, ja, dat door alles heen. Dat is nooit weggehaald. Dat verdriet. Ik vond ik zo erg. De oorlog is begonnen, met persoonlijk leed tot in lengte van jaren.